Kerk en staat. Voor een paragraaf met zo'n korte titel klinkt het kenmerkend aspect behoorlijk ingewikkeld. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat moest hebben. Ik zal je zo laten zien dat dat kenmerkend aspect eigenlijk gewoon op een heel simpele vraag neerkomt. Kerk en staat. We hebben dus te maken met de staat, we hebben te maken met politiek. En de kerk heeft te maken met cultureel-mentale aspecten. En die twee zaken staan dan ook centraal. Maar goed, dat kenmerkend aspect dus. Wat wordt er eigenlijk precies met die zin bedoeld? Eigenlijk komt die zin neer op één simpele vraag. Wie heeft de macht? Daarover raakten de vorsten en de pausen met elkaar in conflict in de middeleeuwen. En we zien hier de twee personen bij wie dat conflict eigenlijk tot een hoogtepunt kwam. De Duitse keizer Hendrik en paus Gregorius. En dan zitten we al rond 1100 na Christus. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst even terug naar de vroege middeleeuwen. De tijd van hoofdstuk 3 dus eigenlijk. In hoofdstuk 3 zagen we dat de vorsten te maken kregen met dat feodale stelsel. En dat zij daardoor langzamerhand hun macht kwijtraakten. Dat feodale stelsel werkt de versnippering van de macht in de hand. Tegelijkertijd zagen we in hoofdstuk 3 dat het christendom zich uitbreidde over Europa. En dat de paus als leider van het westerse christendom daardoor dus steeds meer macht en aanzien kreeg. Oké, dus de vorsten krijgen minder macht en de paus die krijgt juist meer te zeggen. En er is dan ook een paus die duidelijk gaat zeggen hoe die macht verdeeld zou moeten zijn. Dit is paus Gelasius de Eerste. Die net voor 500 na Christus paus is en hij komt met het idee van de zogenaamde tweezwaardenleer. Dat idee ontleent hij uit de Bijbel en dat gaat over hoe de macht verdeeld zou moeten zijn. Gelasius zegt dat het bestuur over een staat in handen moet zijn van de overheid. En dat is dus de wereldlijke macht. Met wereldlijk wordt niet geestelijk bedoeld, iets wat dus niet met het geloof te maken heeft. Tegelijkertijd zegt hij dat het bestuur over het geloof, de geestelijke macht dus, dat die in handen moet zijn van de kerk. En hij maakt dus een duidelijk onderscheid tussen leken en geestelijke. Een geestelijke is iemand met een officiële functie binnen de kerk. De paus is bijvoorbeeld de hoogste geestelijke, maar ook een bisschop is een geestelijke, een pastoor is een geestelijke, net zoals een monnik dat bijvoorbeeld is. En een leek is iemand die wel christelijk kan zijn, maar die geen officiële functie binnen de kerk heeft. En die Gelasius die zegt dus, nou eigenlijk is het heel simpel, de leken moeten zich bezighouden met wereldse zaken, het gewone dagelijkse bestuur, maar zo gauw het gaat over het geloof, dan moet men luisteren naar de geestelijke. En in de middeleeuwen kreeg die geestelijkheid steeds meer macht en aanzien, want het christendom werd steeds sterker in Europa. We zagen in paragraaf 3.4 al, dat zeker vanaf het jaar 1000 het christendom ook echt doordrong tot alle lagen van de bevolking. Het werd een echt volksgeloof. Daarna zien we bijvoorbeeld dat het aantal kloosterordes heel sterk groeit in de middeleeuwen. Steeds meer mensen kiezen voor een geestelijk leven. Maar dan gaan we nu door naar de hoge middeleeuwen, de periode vanaf het jaar 1000. Want we hebben in de vorige paragraaf gezien dat die koningen vanaf het jaar 1000 aan staatsvorming en centralisatie gingen doen. Als gevolg daarvan kregen zij weer meer macht. Nou ja, de paus. Die had dankzij de uitbreiding van het christendom, die ook na het jaar 1000 verder ging, al heel veel macht. En daardoor komen die koningen in conflict met de paus. Ze krijgen ruzie met elkaar. En die ruzie die ontstaat vooral over de benoeming van bisschoppen. En de bisschop is de hoogste geestelijke in een bepaald gebied. Veel koningen vinden dat zij in hun land de bisschoppen mogen benoemen, want die bisschoppen kunnen ze ook meteen goed gebruiken om hun bestuur uit te voeren. De paus daarentegen, die zegt van, nee, ik mag die bisschoppen benoemen, want ik ben de hoogste geestelijke, dus ik beslis over alle andere geestelijken. En daar komen ze maar niet over uit. Het wordt een soort wel eens niet een spelletje over wie er nou de investituur aan die bisschop mag aanbieden. Want als een bisschop benoemd wordt, dan krijgt hij een staf en een ring aangeboden. En dat noemt men de investituur.
Deze hele strijd die komt dan ook wel bekend te staan als de zogenaamde investituurstrijd. En deze ruzie die gaat eigenlijk een paar eeuwen lang gaat die door. En dat leidt er zelfs toe dat er een aantal pausen zijn die een bepaalde vorst in de ban doen, die hem dus uit de kerk zetten bijvoorbeeld. Maar dat leidt er aan de andere kant net zo goed toe dat er een aantal vorsten zijn die zelf een eigen paus gaan aanstellen. En het rommelt dus heel erg op dit gebied. Maar uiteindelijk komen ze eruit. Er wordt een soort compromis gesloten waarbij gezegd wordt dat de paus de bisschoppen aan mag stellen, maar dat de koningen dan mogen beslissen of zij die bisschop ook wereldlijke macht geven. Of zij hem dus ook een rol in het bestuur over de staat geven. En in dat compromis zie je het uitgangspunt van die twee zwaardeleer dus heel sterk terugkomen. We zien dus dat rond 500 na Christus die twee zwaardeleer wordt geformuleerd. Die leidt uiteindelijk tot de investituurstrijd. En daar komt de compromis uit waardoor je rond 1500 in West-Europa een scheiding tussen kerk en staat ziet ontstaan. De vorsten zijn verantwoordelijk voor het wereldlijk gezag. En de geestelijkheid, de paus, die is verantwoordelijk voor het geestelijk gezag. En een koning gaat zich dus zo min mogelijk met de kerk bemoeien en andersom gaat een geestelijke zich dus zo min mogelijk met het bestuur van een staat bemoeien. En daarmee slaat Europa een andere weg in dan andere gebieden in de wereld. In West-Europa komt er dus namelijk die scheiding tussen kerk en staat. In het Byzantijnse Rijk, ook wel het Oost-Romeinse Rijk, daar zien we dat de keizer tegelijkertijd de hoogste geestelijke is. Dus daar is geen scheiding tussen kerk en staat. En ook in het Midden-Oosten zien we dat de islam een heel grote rol blijft houden in het bestuur. Ook daar is geen scheiding tussen kerk en staat.